Hey allemaal, vandaag bespreek ik met jou de kuitspieren. Niet alleen je gastrocnemius en je soleus, maar ook die andere spieren die zich in je kuiten bevinden. Lijkt dat plots heel veel? Geen probleem, we overlopen het allemaal samen na de intro. Welkom op ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitheid en gezondheid beantwoord zullen worden. Vandaag en in de loop van de komende weken of zelfs maanden ga ik alle spieren in jouw lichaam overlopen en bespreken waarom ze zo belangrijk zijn en hoe je ze moet trainen. Zoals ik al zei, zijn je kuiten opgebouwd uit verschillende spieren. Zo voel je bijvoorbeeld aan de voorkant van je scheenbeen, een beetje aan de buitenkant, een spier die opspant wanneer je je voet zal opheffen en je tenen naar je toe trekt. Deze spier is de tibialis anterior. De tibialis anterior is een belangrijke spier bij het stappen en lopen. Start je bijvoorbeeld met lopen, terwijl je dit helemaal niet gewoon bent, dan kan het zijn dat na een aantal kilometers deze spier moe wordt. Het opbouwen van het lopen en joggen in aantal kilometers, maar ook het trainen van de spier op vlak van kracht en uithouding zal je hierbij helpen en zal ervoor zorgen dat je hier geen last meer van hebt. De andere kuitspieren, onder andere degene die aan de achterkant liggen van je kuitbeen en ook veel dieper, die zorgen voor verschillende voet- en teenbewegingen. Zo zijn er spieren die je dikke teen doen buigen en een spier die al de andere tenen doen buigen. Maar die liggen, zoals ik dus al zei, veel dieper in de kuit. De spieren waar voornamelijk over worden gesproken, zijn de grootste kuitspieren en dat is de gastrocnemius en de soleus. Soleus, sorry. Die zorgen namelijk voor de omgang van je kuit. En de meeste mensen zullen dus ook het over die spieren hebben wanneer ze over de kuiten spreken. Waarom moet je nu deze spieren trainen en waarom zijn ze belangrijk? Al deze kuitspieren zorgen dus voor de bewegingen in je enkel, je voet, maar ook in je onderbeen. Tijdens het stappen, joggen of hardlopen gaan deze spieren een hoge belasting moeten opvangen en energie moeten absorberen. Dat is goed, daar zijn ze voor gemaakt. Verschillende looppatronen en verschillende specifieke bewegingen zullen zorgen voor een andere belasting. Een spier heeft een bepaalde functie en is gemaakt om met de hoge krachten die hiermee gepaard gaan op te vangen. Maar soms loopt het mis. Bouw je te snel op of geef je je kuiten niet de tijd om te recupereren van de hogere snelheid of de verdere afstanden, de langere kilometers, meerdere kilometers, Inge. Dan kan het zijn dat je kuiten worden overladen. Een te hoge belasting of een minder optimaal looppatroon kan zorgen voor pijn of klachten tijdens of na het lopen. Enkele voorbeelden zijn scheenbeenpijn of klachten aan de Achillespees. In deze video gaan we niet verder in op de blessures van de kuiten of van de voeten, maar wil je hier meer over weten? Laat het dan weten in de comments en dan discussiëren of praten we daar wel verder. Voorkomen is beter dan genezen, dus wat kan je doen om voor je opbouw of tijdens je opbouw ervoor te zorgen dat je kuiten klaar zijn voor wat komen zal? De capaciteit verhogen. Wat wil dat nu zeggen? De capaciteit van een spier omvat onder andere de uithouding van een spier, de kracht, het vermogen waarmee we eigenlijk willen aangeven wat het potentieel van die spier eigenlijk is. Nu hoor ik u zeggen, allemaal goed en wel, toppie dat ik weet wat de capaciteit van uw spier is, maar hoe moet ik dat nu vergroten? We gaan dit doen door de spier sterker te maken. Door de spier sterker te maken hopen we ervoor te zorgen dat de spier meer belasting kan verdragen, meer verschillende bewegingen of een breder spectrum aan bewegingen kan opvangen en verwerken. Daarbij willen we natuurlijk ook dat de spier dat allemaal vrij lang kan volhouden of toch zo lang als we willen lopen. En nu komt het leuke deel, want nu kunnen we eindelijk in actie schieten en gewoon beginnen aan de oefeningen. Ik ga met jou 5 oefeningen, 5 overlopen, waarmee we al die verschillende spieren in de kuiten zullen aanpakken. Klaar voor? De eerste oefening zijn
calf raises. Voor de calf raises zelf heb je niet zoveel nodig. Eventueel een muur om jezelf wat in evenwicht te houden. Je kan de heel raises uitvoeren op 1 of 2 benen, afhankelijk van wat je gewoon bent. De bedoeling is om op te bouwen, zodat je jezelf op elke voet minstens 20 keer helemaal kan opduwen. Dit zonder vals te spelen op een of andere manier. Hoe meer, hoe beter. En probeer nu, ja, nu, al eens uit te testen aan hoeveel je geraakt. Probeer dit over 2 weken na elke dag te oefenen nog een keer. Oefening nummer 2 is de Michael Jackson Move. De Michael Jackson Move gaat als volgt en is eigenlijk hetzelfde als een heel raise, maar dan met gebogen knieën. Deze oefening voer je uit op 2 benen. Zorg ervoor dat je kniehoek hetzelfde blijft tijdens het uitvoeren van de beweging in de enkel. En herhaal opnieuw 20 keer als dit al lukt en anders bouw je daarnaar op. Oefening nummer 3 is rocking feet. Gebaseerd op de oude schommelstoel die vroeger bij je oma en opa stonden, waar je zo in kon schommelen. Rocking feet. Als je dus al eens in zo'n schommelstoel gezeten hebt, dan weet je dat je de schommelbeweging toch wat moet controleren. Deze oefening is eigenlijk hetzelfde, maar dan met je voet op 1 been. Je kan voor- en achterwaarts of zijwaarts schommelen. Bij het naar voor- en achterrollen over je voet, probeer je afwisselend op je hiel en voorvoet kort te balanceren, terwijl je telt, maar 2 seconden aanhouden is echt al wel lang. Probeer gewoon gecontroleerd heen en weer te schommelen. Bij het zijwaarts schommelen over je voet is het de bedoeling dat je je voetboog opheft en gecontroleerd laat zakken. Doe deze oefening elke 1/2 minuut, zowel op je linker als je rechtervoet. Oefening nummer 4 zijn de creeping toes. Due to lack of inspiration, of toch voor de naam. Zoek jezelf een handdoek, t-shirt of sokken en raap deze 20 keer op met je tenen. Een andere variant is eentje waarbij je op je handdoek staat en deze naar je toe trekt met je tenen. Vandaar eigenlijk de naam. En oefening nummer 5 zijn theraband pushes, die we al eens eerder hebben besproken in een andere video. Die zal ik hier beneden zeker linken. Ga daar zeker naartoe, neem daar een kijkje, want daar staan nog een aantal andere oefeningen die heel interessant zijn, zeker wanneer je last hebt aan je voeten of kuiten of enkels. Bij deze heb je alle info om zelf aan de slag te gaan. Heb je nog vragen over je kuitspieren of over de oefeningen? Stel ze hier in de beschrijving onder de video. Niet in de beschrijving, dat is voor ons. Maar ik bedoel in de comments. Volgende keer ga ik het hebben over de hamstrings. Dus als je die video niet wil missen, abonneer je dan en klik op dat belletje, zodat je de volgende video zeker niet mist. En dat die verschijnt op je scherm. Dan is er nog 1 ding wat ik u wil vragen. En dat is om ons te taggen in je stories of je post als je aan de slag gaat met de oefeningen. En stay active, keep working out. See you soon. Bye. Oh, en go for a walk. Als je dit zittend hebt bekeken.